allemaal op, dus ik moet af en toe een keer zo doen natuurlijk. Geef ze een applaus, want we gaan starten met kandidaten nummer 1. Ik ben Imani en ik ben vanavond jullie nummer 1. Ik wil jullie als eerste een allerleuke en heel naakse avond toewensen. Maar nu wil ik het even over politiek hebben. Goh, ja. De communautaire rellen. Wat is dat nu eigenlijk? Kort samengevat, we wonen hier in België. We hebben een Duitsstalige gemeenschap, Franstalige gemeenschap en ook een Vlaamse gemeenschap. Maar de Walen en de Vlamingen, dat past nog niet samen. Gelukkig is het thuis wel zo. Want ik heb namelijk een mama uit Zolder en een papa uit Beignet, Charleroi. Door mijn papa heb ik ook een heel grote liefde voor dieren. Hij is namelijk opgegroeid op een boerderij. Zo heb ik niet 1, niet 2, niet 3, maar 10 hondjes. Ik heb namelijk ook nog een hamstertje, Snuffy. Snuffy die houdt van iedereen. Iedereen houdt van Snuffy. Maar ik en Snuffy? Nee, dat klopt niet, want hij bijt me heel graag. Dus vergeet zeker niet, ik ben Imani, nummer 1 van deze avond. Goedenavond allemaal. Met veel plezier sta ik hier vanavond voor jullie. De afgelopen 5 jaar heb ik al op het podium mogen staan door mijn dansen. Mijn liefde voor het podium is ook gebloeid door mijn liefde voor toneel. Dit heb ik 4 jaar lang mogen studeren in de kunstenmajore van Hasselt. Hier was ook een onderdeel zang. Mijn achternaam mag dan misschien wel nachtegaal zijn, maar of ik als een echte nachtegaal klink, dat kan ik nog betwijfelen. Graag sta ik ook naast het podium voor de klas. En dan het liefst voor de allerkleinste onder ons, namelijk de kleutertjes. Dan leer ik het liefste bij dat ze allemaal iets speciaals kunnen. Zoals bijvoorbeeld mijn kat die pootjes geeft als hij zijn eten krijgt. Mijn achternaam weten jullie al, Nachtegaal, maar mijn voornaam is vanavond toch nog belangrijker. Met trots draag ik de naam Kiara, zoals de dochter van Nala en Simba van de Leeuwkoning. Beste mensen, ik ben vandaag finalist nummer 2. Onthoud mijn naam. Kiara, een fijne avond. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette belle soirée. Ik zal even overgaan in het Nederlands. Dat is misschien gemakkelijker om te verstaan. Van een verlegen meisje op school naar een finaliste van Miss Fashion op een podium. Kom dan ook bij de eerste redenen waarom ik meedoe aan Miss Fashion. Werken aan mijn zelfvertrouwen, stralen op een podium, maar ook nieuwe mensen leren kennen. Voor de single mannen in deze zaal, ja hoor, jullie maken kans. Maar ik moet jullie even waarschuwen, want in het dagelijks leven draag ik de broek. Nu nog zonder wapen, binnenkort met wapen en mogen jullie mij inspecteur Hermans noemen. Maar genoeg gepraat over mijn dangerous kantje, vanavond ben ik voor jullie gewoon een super lieve meid die haar beste beentje zal voortzetten en zal stralen op dit podium. En vergeet niet om te genieten van jullie avond en jullie te laten meeslepen in dit mooie avontuur. Maar zeker niet vergeten, ik ben Dimara Hermans, vanavond voor jullie nummertje 3. Dankjewel, merci à vous. Goedenavond, ik ben nummer 4 voor jullie vanavond. Maar, dankzij je verlekkerheid uit, zal ik jullie nummer 1 zijn. Ik volg daarom restaurant keuken aan de hotelschool in Hasselt. Ik heb daar ook al veel mooie wereldservaringen mogen opdoen. Onder andere koken voor de grote artiesten op 15 jaar Tomorrowland, samen met Serge Herman en Circo Bakker in de keuken van Pure C. Maar ik heb ook dit mooie avontuur mogen meemaken van de afgelopen 2 maanden. Maar dat is momenteel niet belangrijk. Ik ben vanavond voor jullie nummer 4 en hopelijk ook jullie nummer 1. Kusjes, Kyra. Goedenavond allemaal. Ik ken een heel leuk stadje in Griekenland, genaamd Larissa. En dat is dan toch wel toevallig mijn naam zeker? Alleen kunnen jullie mij niet bezoeken, maar hopelijk wel bewonderen. Ik studeer nog, maar buiten school ben ik altijd creatief bezig. Gitaar is al 7 jaar lang mijn passie, dansen doe ik al van mijn 3 jaar en zoveel meer. In januari ben ik met iets nieuws gestart, namelijk musicalessen. En daarin speel ik manager en illusionist. Al hoop ik dat deze avond geen illusie is. Ik ben Larissa Jacobs, 16 jaar en vanavond ben ik voor jullie nummertje 5. Dank u wel. Goedenavond iedereen, ik ben Janne Kroene, 23 jaar en de oudste dochter uit een gezin met 5 kinderen. Ik ben afkomstig uit Boom, je weet wel. Die kleine gemeente waar ze dat enorme festival Tomorrowland organiseren. Iets waar ik stiekem best wel trots op ben.
In het dagelijkse leven werk ik heel vaak als hostess. Op verschillende evenementen door in heel België. Waar je me steeds met een big smile kan terugvinden. Ik heb gekozen voor een studie richting marketing. Omdat ik het enorm interessant vind om producten of diensten van een bedrijf in de kijker te zetten. Maar vanavond zet ik mezelf in de kijker. Ik ben Janne Kroonen, jullie nummertje 6 en ik wens jullie een fijne avond. Goedenavond iedereen, ik ben Brittany. Niet Brittany Spiers, maar wel Brittany Laurens. Mijn passie is kunstschaatsen, iets dat ik al 9 jaar lang doe met hart en ziel. Soms is het wel eens met vallen en opstaan, maar opgeven, daar val ik niet voor. Mijn deelname aan Miss Fashion moeten we eigenlijk niet zo ver gaan zoeken, want ik studeer namelijk mode op school. En hier kan ik mijn creativiteit helemaal zijn gang laten gaan. Ik ben dus Brittany Laurens, nummertje 7, en vanavond ga ik me helemaal geven. Ik wens jullie allemaal een super fijne avond. Goedenavond allemaal, wat fijn dat ik hier voor jullie mag staan. Een aantal jaar geleden was er een tv-programma genaamd Baywatch. Mijn ouders waren dol op één personage. Niet alleen op het personage zelf, maar vooral op haar naam. Zij noemde Shawnee. 19 jaar later sta ik hier dan. Shawnee. Wel met SCH en niet met SH zoals gewoonlijk. Papa zegt dat het een foutje op de gemeente is. Maar wat er echt is gebeurd, zullen we natuurlijk nooit weten. Vroeger was ik nogal een verlegen meisje. Maar dit heb ik omgezet in iets positiefs. Ik ben namelijk orthopedagogie gaan studeren. Dit wil zeggen dat ik later mensen met problemen zal helpen. Dus, voor al jullie problemen, groot of klein, moeten jullie weer finalisten nummer 8, Shawnee, zijn. Dank jullie wel. Goedenavond, blij dat u er bent. Waarschijnlijk zijn jullie, net zoals ik, met de wagen naar hier gekomen. Toen ik in de auto zat, hoorde ik op de verkeersinfo: opletten op de E19. Er is mist in beide richtingen. Huh? Raar, hè? Mijn naam is Lovnin Joyce Vlaaien. Mochten er mensen uit provincie Limburg aanwezig zijn, kunnen jullie me associëren met een taart. Want in Limburg is een vlaai een taart. Maar alvast dit. Eetbaar ben ik niet. En een zoete lekkernij ook niet. Mijn moeder is Filipijnse en mijn vader Belg. Toen ik nog thuis woonde bij mijn ouders, wilde ik graag landen verkennen. Ik zei tegen mijn vader: papa, ik wil de wereld zien. Oké, zei hij. En kocht mijn atlas. Ik volg het tweede jaar pedagogie van het jonge kind aan Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Wat onderwijs betreft stel ik me de vraag: een minister van onderwijs, is die ook van bovenwijs? Maak er nog een leuke avond van en geniet van de show. Goedenavond iedereen, ik ben Charis nummertje 10, zoals jullie wel kunnen zien. Dankzij Miss Fashion heb ik leren defileren en dat heeft mijn zelfvertrouwen en mijn evenwicht toch wel geholpen. Want ik durf soms over de domste dingen te vallen. En als haarstyliste is dat niet zo handig, want ja, mensen die hebben oren. Ik ben ook blij voor de vriendschappen die ik hier heb gemaakt. Ik vind het alleen raar dat ik de andere finalisten hun haar nooit mag doen, maar ja, er zal wel redenen voor zijn zeker. Jullie hebben nu genoeg gezien van Charis nummertje 10. Dank jullie wel. Hallo iedereen. Allereerst wil ik zeggen dat ik super blij ben dat ik hier mag staan. En wil ik iedereen bedanken die me zo geholpen en gesteund hebben in het avontuur. Ik denk ook dat er enkele mensen in de zaal zullen zitten die nooit van mij hadden verwacht dat ik hier aan deel zou nemen. Want jullie moeten weten dat ik vroeger echt verschrikkelijk was om mee te gaan shoppen. Een broek moest voor mij gewoon comfortabel zitten. Of die nu lelijk was of niet, dat maakte mij echt niet uit. Maar gelukkig is dat nu totaal het tegenovergestelde geworden. Want ik ben super veel bezig met mijn uiterlijk. Maar buiten dat ik ook een heel lief meisje ben, ben ik dus ook veel bezig met fashion en haarmode. Want ik volg de opleiding Haarzorg in Hasselt. Wat ik na mijn opleiding ga doen, dat weet ik nog niet. Maar wie weet heeft mijn fashion wel nog mooie kansen voor mij klaar liggen. Geniet nog van deze avond, want het wordt echt een prachtige show. En vergeet niet, ik ben Lindsay, nummertje 11. Dank jullie wel. Goedenavond allemaal. Dank jullie wel dat jullie er zijn vanavond. Ik hoop dat jullie al een heel leuke avond hebben tot nu toe. Als je mij zou leren kennen, zou je merken dat ik bijna altijd en overal zing.
maar dat zal ik jullie besparen vanavond. Zingen doe ik al mijn hele leven. Ik zing graag, ik hou van muziek en acteren is een van mijn grootste passies. Ondertussen ben ik 18 jaar en ik woon in Beringen. Ik heb woordkunstdrama gestudeerd aan de Kunsthumaniora in Hasselt en nu ga ik muziekmanagement studeren aan de VXL in Hasselt. Ik sta dus super graag op een podium en met Miss Fashion wil ik mensen graag leren dat je in je leven alles kan bereiken als je er heel, heel hard voor werkt. Mijn naam kan je misschien raden, want door mijn Persische roots is het heel herkenbaar aan een Disney prinses. Ik ben Jasmine Mahmoud, nummertje 12. Dank je wel. Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken om hier massaal aanwezig te zijn. Daarnaast wil ik zeker mijn familie en mijn vriend bedanken om mij te steunen bij dit avontuur. Mijn naam is Mercedes van der Borgt, ik kom uit West-Vlaanderen en ik woon in Aijen. Ik ben 19 jaar oud en ik volg de opleiding kapster in DVM HTB Aals. In bijberoep ben ik voorkramer, dus wie op mij stemt, heeft altijd prijs. Nog een fijne avond toegewenst, jullie nummertje 13. Hallo allemaal, ik ben Eline, ik ben 19 jaar en ik kom uit Langdorp. Ik ben erg geboeid door de leefwereld van kinderen en jongeren en daarom studeer ik sociale rehabilitatiewetenschappen aan de Hogeschool in Leuven. Of kort gezegd SRW. Dus lieve mama's en papa's in de zaal, geloof het of geloof het niet, maar uit ervaring weet ik dat kinderen een hele uitdaging kunnen zijn en daarom sta ik hier vandaag voor jullie. Ik wou nog net dat tikkeltje meer. Ik heb er alvast heel veel zin in, ik hoop jullie ook. Ik ben voor jullie vanavond Eline, nummer 14. Goedenavond allemaal, welkom op Miss Fashion 2020. Ik ben Jens Valkenborg en ben 18 jaar. Ik woon in Bordmeerbeek. Ik heb ook twee zussen en ben het jongste van het gezin. In het dagelijkse leven studeer ik schoonheidsspecialisten. Daar wil ik dan ook mijn beroep van maken. Ik heb helemaal geen stress om op dit podium te staan, want ik heb al bij Studio 100 gezongen en ik ben twee keer Belgisch kampioen danser geweest. De reden waarom ik meedoen aan Miss Fashion is omdat ik mijn zelfvertrouwen wil boosten, maar de belangrijkste reden is omdat ik suikerziekte heb en aan elk meisje wil laten zien dat als je iets wilt, je ervoor kan gaan. Ik ben Jens, nummertje 15. Dankjewel. Goedenavond iedereen. Mijn naam is Maite en ik ben nummertje 16. Om te beginnen wil ik eerst en vooral zeggen dat ik super blij ben dat ik hier vanavond kan staan. Ik wil dan ook iedereen bedanken die mij gesteund heeft, ook de organisatie en de top 5 super hard bedankt. Wat de uitslagen vanavond zullen zijn, ik heb al super veel mooie herinneringen en leuke vriendschappen meegemaakt. Sorry. Maar nu, dansen. Dansen, dat is mijn passie. En ik heb in het verleden al wel eens op een podium gestaan, maar dit is toch wel een beetje anders. Voor dansen heb ik totaal geen zenuwen, maar voor hier nu, voor jullie te staan en te praten, daar heb ik toch wel best veel wat zenuwen voor. Ik ga je voor jullie laten zien wat ik allemaal geleerd heb deze twee geweldige maanden. Mijn naam is Maite, ik ben nummer 16 en ik wens jullie nog een fijne avond. Goedenavond allemaal, ik hoop dat jullie allemaal naar gezin hebben. Ik ben Astal, but you can call me Honey, want mijn naam betekent letterlijk honing in het Arabisch. Maar wel Honey met de hoofdletter H, because I'm not your baby. Nu, ik studeer rechten aan de KU Leuven, maar ik woon zelf in de banlieue van Gent. Alhoewel ik eigenlijk daar niet zo vaak ben, omdat ik super graag en super vaak reis. En omdat ik zeven talen kan, is dat wel een pluspunt daarbij. Als je me vraagt welke steden ik allemaal geweest ben, is dat te veel om op te noemen. Maar mijn lievelingsplekjes zijn eigenlijk Bagdad, omdat daar mijn roots liggen. Barcelona en natuurlijk Brussel. Moest ik een snelweg van hier tot aan Bagdad kunnen maken, dan had ik al lang het aannemerscontractje getekend. Als je me ooit tegenkomt in Dubai of Abu Dhabi, dan moet je geen schrik hebben en hallo komen zeggen. En vragen van, is jij dat niet? Assal, nummertje 17 van Miss Fashion. Tot dan was ik hier een fijne avond. Goedenavond iedereen. Een paar jaar geleden had ik mezelf hier nooit te voorstellen op een podium voor bijna 800 mensen en ik ben daar erg dankbaar voor. Vroeger deed ik ook allemaal leuke dingen, zoals bijvoorbeeld de hakken van mijn tante stelen en ermee rondlopen. Ik sprong ook altijd voor de camera, zodat ik zeker op de foto zou staan. Ik doe mee aan Miss Fashion 2020, omdat ik hoop een succesvolle vrouw te worden in de mode- en modellenwereld. Ik ben eigenlijk een zeer zelfstandig meisje
Ik studeer humane wetenschappen. En dit schooljaar heb ik ook zelfstudie gedaan, want ik ben een heel jaar op zeilreis geweest. Binnen 2 dagen ga ik naar het 5e middelbaar en daarbij wil ik op mijn laatste puntje komen. Ik ben Aisha Verheye, de jongste finaliste van Miss Fashion 2020. En ik ben nummertje 20. Dankjewel iedereen. Goedenavond iedereen, welkom in Antwerpen. Tot eind 1999 was Noor de koningin van Jordanië. Weliswaar is zij al van haar troontje gestapt, maar ik smacht nog steeds naar haar kroontje. Ik hoop dat ik vanavond voor jullie een koninginnetje kan zijn en dat terwijl ik een van de jongsten van de groep ben, want ik ben namelijk 16 jaar. Meedoen aan Miss Fashion, dat is geen exacte wetenschap. Wie Miss Fashion 2020 straks wordt, dat weten we nog niet. Niet erg, maar wel spannend. Die exacte wetenschap vind ik wel terug in mijn studies wiskunde wetenschappen aan het College van Veurne. Omdat reizen een van mijn grootste passies is, zoek ik het graag ook wat verder op. Zo mocht ik al India, Cuba, Rwanda, Marokko en nog zoveel meer bezoeken. Maar vanavond ben ik hier, in Antwerpen, voor jullie, om er samen met jullie een spetterende avond van te maken. Ik ben Noor Lobbestaal, finalist nummer 21. Goedenavond allemaal en welkom in Antwerpen. Als eerste wil ik mijn familie en mijn sponsors bedanken voor alle steun in dit avontuur. Mijn naam is Jasmin en vanavond ben ik niet op zoek naar Aladdin. Ik ben 20 jaar en ik ben vanavond nummertje 22 voor jullie. Ik kom uit Houthalen Oost-Limburg en kom in een samengesteld gezin van 5 kinderen. Dus bij mij thuis moet je zijn voor een feestje. Ook heb ik een jonger broertje en vele nichtjes en neefjes die een groot plaatsje in mijn hart hebben. Door mijn grote liefde voor kinderen studeer ik momenteel orthopedagogie aan de Hogeschool UCLL. Naar de toekomst toe wil ik dan ook kinderen met problemen op weg helpen in het leven. Geniet van jullie avond allemaal. Goedenavond iedereen en van harte welkom op het gala van Miss Fashion 2020. Eerst en vooral wil ik beginnen met het feit dat ik niet ben zoals de hedendaagse vrouwen. En dit komt omdat ik nog een vrij speciale hobby heb, namelijk naar de voetbal gaan. Zijn er trouwens voetbalfans aanwezig in de zaal deze avond? Oké. Supporters van Club Brugge misschien. Of van Genk. Of Antwerpen. Nou ja, kijk. Fouten maken, dat is nu eenmaal menselijk, maar het is nooit te laat om een abonnement te nemen bij Anderlecht. Nu vragen jullie zich waarschijnlijk af waarom een meisje zoals ik deelneem aan de misverkiezing zoals Miss Fashion. Wel, het is niet zo moeilijk. Ik werd vroeger gepest en heb hierdoor een laag zelfbeeld en zeer weinig zelfvertrouwen. Ik wil aan de hand van Miss Fashion dit een boost geven, maar ook een voorbeeld zijn naar andere meisjes toe. Meisjes die vroeger gepest zijn geweest en vrij onzeker zijn. Ik wil hen tonen dat iedereen net zoals een parel is. Mooi en uniek, maar op zijn eigen manier. En daarom ben ik deze avond voor jullie kandidaat nummer 24. Brittany van den Abelen, 17 jaar, uit Ronse. Nog een fijne avond, dankjewel. Goedenavond allemaal. Ik ben Jara de Smit, 17 jaar en ik woon in Vilvoorde. Mijn passie is dansen, acteren en alles wat te maken heeft met mode. Ik dans al 11 jaar, dus op een groot podium staan voor zoveel volk, ben ik al gewoon. Ik ben een sociaal persoon die van nieuwe uitdagingen houdt en die altijd 100% van haar dromen gaat en nooit opgeeft. Dat is ook de reden waarom ik me heb ingeschreven voor Miss Fashion. En nu sta ik hier met trots in de finale. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond en een geweldige show waarvoor we allemaal heel hard hebben gewerkt. Ik ben Jara de Smit, nummer 25.